Een project voor behoud van de cassave vrucht en kruidengebruik is zaterdag van start gegaan aan de Mursweg in het district Parra. Onder genot van een glas champagne is na een indrukwekkende rondleiding op het Babel Food Resort het start zijn gegeven voor het veelbelovend plan. Er is gesproken over de verschillende producten die vervaardigd kunnen worden uit de cassavevrucht. Hiernaast is er een ode gebracht aan Marianne Wekker voor haar werk achter de schermen om ervoor te zorgen dat de cassavevrucht in Suriname niet vergeten wordt. Sherida Mormon, een van de trekkers van het project, benadrukte dat bewezen is dat er veel uit cassave vervaardigd kan worden. Hier kun je heel veel doen! Kom, laten we dat ding nou eens eindelijk oppakken. En ik denk, dit is rijping, toch? In het leven zijn sommige dingen gebeuren later dan je gepland hebt. Maar dit is rijping, waarbij we nu weer hier bij elkaar zijn. Alida is de trekker daarvan, waarbij er nog mooiere dingen gemaakt zullen worden. En ik denk dat Alida dat zelf verder gaat uitleggen, waarbij er nog veel meer dit de plek wordt als katalysator, een plek wordt, is Marianne de droom, mijn droom, Alida's droom, Diana Akkoy's droom, Wolfgang's droom, om hier te komen, om hier weer bijeen te komen, bij de plek waar alles begon. Mormon geeft aan dat er in het verleden op dezelfde plek trainingen aan vrouwen werden verzorgd en allerlei gebakjes van cassave werden gemaakt. Alida Babel, de trekker van het project, zegt dat de trainingen weer verzorgd worden, omdat de vraag er is. Dus wat ik in mijn hoofd heb is dat we echt, want ik heb eergisteren met Diana gesproken, ik vind het echt noodzakelijk workshops te geven en ook te kijken dat die vrouwen eenzelfde standaard hebben. Ja. Je standaard, je kan nog niet over, maar standaard dingen te verwerken. Ja, dat je op de markt betere kansen hebt. Ja. Standaard dingen te verpakken, aanzienlijk te verkopen. Samen verschillende dingen uitproberen die we dan hier of verder kunnen ontplooien en verkopen. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Dat wordt het hier. We gaan hier achterin planten, hoofdzakelijk cassave. Er is altijd cassave schaarste. We hebben altijd een probleem. Als je cassave wil hebben, is het altijd te duur. Is het te duur. En te ver weg. Volgens Babel biedt het project een kans om zelf cassave te produceren en op te slaan, zodat iemand niet per se afhankelijk hoeft te zijn van opkoop. Ze wijst erop dat de grond in het gebied heel erg gezond is, omdat er geen chemicaliën zijn gebruikt.